Dennis Demmers, een paar weken terug was je koploper. Ondertussen sta je zesde. Wat doet dat met de groep? Ja, kijk, dat is de stand op de ranglijst. En dat is natuurlijk wel teleurstellend, hè? Dat je zo ver bent afgegleden. Althans, als je de laatste paar wedstrijden ziet, dat je geen goede resultaten hebt geboekt. Wat doet dat met de trainer Dennis Demmers? Nou ja, we werken elke dag hard, hè, voor een goed resultaat. En vanuit een plan met elkaar. En ja, dan is het wel teleurstellend dat je in een toch wel zwaar weekend tegen concurrenten. Dat je daar geen goed resultaat haalt. En terwijl dat een punt zeker erin had gezeten in beide gevallen. Maar dat je dan 2 keer met lege handen staat, ja, dat is teleurstellend. En dat vind ik ook. Twijfel je wel eens over je eigen aanpak, bijvoorbeeld? Twijfel over mijn eigen aanpak. Nou, Richting de groep, hoe de scenario's te brengen, bijvoorbeeld. wij reflecteren continu met elkaar. Hè. Wat ik zeg, we bereiden het goed voor. We weten wat de sterke punten van de tegenstander zijn. Dat delen we niet altijd met de groep. Hè. We maken daar keuzes in. Maar met de staf reflecteren we voor een training het plan. Ja, staan we er allemaal achter? Hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen met de groep? Maar ook na die tijd. Van ja, wat hebben we gedaan? Is het eruit gekomen wat we wilden? En moeten we eventueel nog wat spelers individueel bij ons halen om duidelijk te maken wat ze misschien nog anders moeten doen? En de ploeg reflecteert daar ook positief op. Nou ja, er komen spelers, hè, die. Ja, jawel. Er zijn spelers die zelf komen en zeggen: van, goh, mag ik beelden van mezelf bijvoorbeeld? Hè? Hoe heb ik dat nou uiteindelijk gedaan? De wedstrijd is geweest. Hoe is dat gegaan? Ja, dus de groep zijn met zichzelf bezig, uiteraard. Dat is één. Maar ook in de ontwikkeling van je eigen speelwijze. Ben je dan tevreden over de ontwikkeling zover? Nou ja, het resultaat is natuurlijk het belangrijkste. En daar zijn we zeker niet tevreden over. Dat is teleurstellend geweest in de afgelopen weken. Ik moet wel zeggen dat de sfeer in de groep goed is. Dat er heel hard gewerkt wordt elke dag. En dat doen we nogmaals goed voorbereid met elkaar. En dat we ook toch wel weer, als we aan de wedstrijd beginnen, dat goed doen. Neem de afgelopen wedstrijd ook. Het enige wat we dan niet doen. Ja, is onszelf in het veld belonen in de fase dat je echt beter bent dan de tegenstander. Dat betekent dat het op mentale vlak dus goed zit. Ja, mentaal is een heel groot woord, maar het is wel zo dat we op dat moment vanuit onze eigen speelwijze werken, weten waar we goed in zijn, wat we kunnen. En als iedereen dat doet vanuit de basis, ja, dan zie je wat je kan. Laten we dat duel tegen Helmersport nou nemen. Komt met de rust achter. Dat is de eerste keer dat ze echt over de doellijn komen. Die ploeg gaat de tweede helft dingen doen wat volgens mij niet afgesproken was. Nou ja, kijk, dat is zo'n mentale knak, hè, vlak voor rust, uit de vrije trap, door het spelmoment. Dat is zeer teleurstellend dat hij erin valt. Spelers voelden dat in de rust ook. Want ja, we hadden gewoon een overwicht en we hadden zeker een aantal keren moeten scoren. Die mogelijkheden heb je gehad, dat lukt dan niet. Ja, en dan bereid je ook vanaf de bank wat voor van oké, waar kunnen we nog de puntjes op de i zetten? Dan valt zo'n doelpunt, dan wordt het allemaal even net anders. En wat dan in de ploeg leeft is oké, hè, we hebben het goed gedaan, we moeten zo doorgaan. Dat hebben we ook aangegeven met wat accenten. Maar blijf voor elkaar vechten. Nou ja, dat hebben ze wel gedaan. Alleen, leeft de gedachte bij sommigen van ik moet dan maar meer gaan doen of anderen meer gaan helpen. Overcompensatie bedoel je? Overcompensatie, ja. En dan krijg je toch dat het wat rommelig wordt en dat je de ballen meer gaat verliezen. Ja, en dan geef je een tegenstander ook de mogelijkheid om tegenzet te plaatsen. En het publiek begint dan te morren. Dat heeft ook invloed op de wedstrijd en op de jongens zelf. Ja, kijk, ik snap de teleurstelling van het publiek. Ik heb het al vaker gezegd, we hebben echt, het is ongelooflijk wat hier in Deventer gebeurd is na de degradatie. Meer seizoenkaarten, stadion vol. Ja, geweldige sfeer. En we hebben natuurlijk ook bovenaan gestaan. En ik snap dat het zeer teleurstellend is wat er dan gebeurt. En dat voelen wij ook. Het zou alleen wel heel mooi zijn dat je dan juist in die fase dat de spelers de steun krijgen om toch net dat ene setje te krijgen. Want ja, ze hebben er allemaal keihard voor gewerkt. En dan hoop je toch op die gelijkmaker of misschien wel een overwinning. Misschien een mooi voorbeeld. Midweek speelde PSV thuis tegen Moskou. Kwam met 1-0 achter en het publiek ging toen staan en sleepte de ploeg mee. Miste je dat dan in de wedstrijd tegen afgelopen weekend tegen Helmond? Nou ja, of ik dat miste, dat weet ik niet. Kijk, ik weet waar het vandaan komt. Het is gewoon de teleurstelling. Nou ja, dat is wel de 12e man zoals we die kennen. En dat is al heel vaak gebleken hier hoe wij dat kunnen. En
wat dat ook met tegenstanders doet op het moment dat het publiek hier achter staat. Aan de andere kant moet je dat wel met elkaar verdienen. En niet alleen door de week, want er wordt echt keihard gewerkt. Maar ook in het veld. En ja, als je dan tegen een ploeg als Helmondsport speelt, wat gewoon geen verkeerde ploeg is. Maar als je dan zo'n eerste helft speelt en je scoort niet en je gaat met 1-0 achter de rust in, dan snap ik dat het heel teleurstellend is. De komende witte zaddoekjes, wat doet dat met jou, Dennis Demmers? Ja, en spreekkoren ook. Ja, dat moet ik eigenlijk in tweeën delen. Aan de ene kant heb je de persoon. Ja, dan is het natuurlijk nooit leuk en fijn om negatieve dingen over jezelf te horen. Dat is ook als je op straat bent of wat dan ook. Dat is voor niemand leuk. Maar ik ben ook trainer bij een grote club als Go Ahead Eagles, wat een bepaalde ambitie heeft. Ja, en dan snap ik de teleurstelling van het publiek. Goed, we gaan naar de huidige situatie. Je hebt vandaag getraind, veel arbeid erin gestopt. Ben je tevreden over de voorbereiding richting NAC Breda? Ja, we hebben een prima week kunnen afwerken. Eigenlijk niet veel anders gedaan. En ja, je bespreekt daarin de tegenstander, maar ook weer je eigen dingen. Van wat kan beter, wat moet beter. En ja, ik denk dat we daar tevreden over kunnen zijn. Maar je moet weer sleutelen aan je elftal. Nou ja, sleutelen. Jerry van Ewijk is geblesseerd. En ja, die kan niet spelen helaas. Maar wij wisselen, als wij 11 tegen 11 spelen, ook regelmatig spelers door. We hebben gewoon een brede selectie, dus we kunnen keuzes maken. En het zal niet nieuw zijn voor spelers die erin komen wat ze moeten doen. Dus ja, echt sleutelen is het niet. Mag ik aannemen dat Jeffrey Rijsdijk daar gaat spelen? Die kans is heel groot. Ja. We gaan het weer niet over de opstelling hebben, begrijp ik. Ah, die heb je toch altijd goed. Chris David, heb je ook nieuws over? Zij had nog een breukje dat hij moest herstellen en zijn knie moest volledig buigen voordat hij geopereerd kon worden. Ja, die heeft keihard aan zijn herstel gewerkt in een fitnesscentrum om de spieren sterker te maken. En gisteren of eergisteren het bericht dat hij 18 december geopereerd gaat worden. Progressie. Ja. Maar dat betekent wel dat na die operatie het nog 7 tot 9 maanden duurt. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Maar het is voor hem fijn zelf dat hij nu zicht heeft op de operatie. Want daar hik je natuurlijk tegenaan iedereen als je weet dat je dat moet. Maar dan kan hij ook aan zijn herstel beginnen en weer naar voren kijken in plaats van terug. We waren bij NAC Breda, komende vrijdag tegenstander. Gaat volle bakken worden. Dat levert natuurlijk al wat extra spanning op. Je hebt NAC ook geanalyseerd. Wat heb je de groep meegegeven? Ja, kijk, we hebben hun kwaliteiten laten zien, maar ook hè, de manier van verdedigen, hoe ze dat doen, maar ook de manier van aanvallen, kort. En dan ga je zelf natuurlijk aan werken met elkaar, van nou, hè, wat kun je eraan doen om zelf tot kansen te komen en voorkomen dat zij natuurlijk gevaarlijk kunnen worden. Maar het is een uitstekende ploeg. Hè. Nieuwe trainer gekomen, die heeft bepaalde omzettingen gedaan, zeer succesvol, hebben de stijgende lijn te pakken. Effectief ook. Effectief, zijn heel zakelijk. Bij Vlaar ook heel goed voetballend. En ja, je ziet dat ze gewoon heel veel scoren. Ze hebben veel spelers voorin staan ook. En zelfs op de bank die makkelijk doelpunten maken. En ik denk dat ze de balans op het middenveld goed voor elkaar hebben. Met diepgang en een technisch vaardige speler. En een controleur die ook nog eens een keer een goede paas heeft. Dus je moet je flink aanpassen daarop. Nou nee, dat is niet mogelijk denk ik, maar kijk, dat is die ploeg en wij weten ook zelf wat we kunnen. En je moet wel rekening houden met wat zij graag willen. En aan de andere kant hè, zal een andere trainer dat vertellen over ons. Maar het is wel een keer lekker om niet de favoriet te zijn. Het is anders hè, we gaan daar natuurlijk naartoe. Waarin zij twee en de periode kunnen halen en 40 jaar avond in NAC of zo hebben. Dat is natuurlijk voor hun een mooie bijkomstigheid ook. En voor ons ook fantastisch om daar te mogen spelen. En zij zullen dat natuurlijk binnen willen halen. En binnen moeten halen? Ik verwacht ook een behoorlijke storm daar. Ja. Ja, daar ga je wel op aanpassen. Je krijgt er flink wat steun mee vanuit Deventer. Ja, ik hoorde het net in de persconferentie, maar 250 mensen of zoiets. Ja, dat is fantastisch. Dat zeg ik, het publiek is... Is fantastisch wat we hebben en dat hebben we al in heel veel wedstrijden gezien, dat zie je nu ook weer. Zolang ze maar tot steun zijn. Nou ja, dat is wel de meerwaarde wat je kan hebben en ik vind wel dat iedereen is teleurgesteld en dat is ook bij hun, dat geldt bij ons ook en we moeten dat met z'n allen omzetten. Bedankt, succes in Breda. Oké, dankjewel.